Ja, goed. Het weer is, kan een hele grote rol, een hele grote factor spelen bij de wedstrijden. Denk alleen al aan de wind bijvoorbeeld. Als we op terrein komen waar het open is, dan is wind echt een hele belangrijke factor. Dus wat we dan doen is dat we intensief contact hebben met Weerplaza. Hoe sterk is de wind? Wat is de richting? Zwakt die af of juist niet? Dat is de algemene weer. Voorspellingen die zijn vaak niet dan specifiek genoeg. Dus dan is echt het persoonlijke, het intensieve contact met Weerplaza echt wel is heel erg nuttig. Dat was bijvoorbeeld de waaieretappe van 2013. Dat was echt wel een samenwerking tussen ons. Het was een etappe waarvan we van tevoren wisten dat er veel open stukken waren. Eigenlijk verrassende open stukken, waar veel teams dat niet wisten of leken te weten. Toen hing het heel erg af van oké, hoe staat de wind, hoe sterk is het, wat is de richting. En toen hebben we echt van dorpje tot dorpje en van tijdstip eigenlijk gekeken hoe dat zat. En daar hebben ze ons toen ontzettend goed bij geholpen. En,